otra vez. Aquí la tengo otra vez. Diciendo que quiero otra vez. Het is een... weer. We gingen door elkaar. Ik wou net zeggen, het is een hele mooie dag. Het is een prachtige dag. Hé, hey, Jurre. Het is wel voorjaar. Waar gaan we naartoe? Geen idee. Allergrootste... Ja, wat gaan we niet zeggen, want dat zien jullie straks. Hoor je het? We gaan in de file staan. Ja. Die ze gecreëerd hebben, omdat de... Welke is dat ook weer die dicht is? A12. Nee, ja, A12. Nee, je moet er eerst in voordat je de deur dicht doet. Ja, ik dacht, jij gaat erin. Oh, ik moet achterin. Nee, daarin. Nee, ik ga wachten op jou altijd, toch? Moet jij een zonnebril mee? Nee, want je hebt je bril op. Hè? Welkom in het busje. Overdekt. Oh, ja, overdekt. Het is overdekt, mensen. En dan komen we in Leidschendam aan. Is ook een markt hier. Ja. Oh, leuk. Markt. Oh, dat is lang geleden. Niet zo heel groot. Kijk hier. Staat erop. Westfield. The Mall of the Netherlands. En het is ook nog gratis parkeren. Jo. Nou, daar houden we van. Wat een mazzel. Wat doen ze wel slim. Kunnen we extra uitgeven. Die Demi is al zo uit rem, hè. Grote... parkeerruimte. Het lijkt wel een heel klein beetje. Ook daar met die opgang. Spanje. Ja. Ben je er klaar voor? Helemaal. Shop until you drop. Shop until you drop. Hey, Jurk, ben je er klaar voor? Jij krijgt niks meer. Nee. Jij hebt al 2 paar nieuwe schoenen. Ik sta dik in de min. En jij hebt al 35 luchtjes. Nu is eerst Deems eens een keer aan de beurt. Yes. Want die loopt nog met de eeuwige dezelfde truitjes en alles aan. Ja. Maar vanmiddag gaan we jullie ook even laten zien, want ze heeft wel... 5 nieuwe broeken. Ja. En die gaat ze dan wel even showen. Ik moet alleen nog wat erop vinden. Ik heb wel wat broeken, maar nog geen... Leuke shirts. Leuke shirts erop. We gaan eens even kijken. We laten ons verrassen, toch? Het ziet er ook mooi uit hier. Het begint al goed. Met een roltrap. Waar ik zo gek op ben. Zo, kijk eens. Coffee Company. De Coffee Company. Sarah, kijk, dit is hoe mooi is, hè? Je kunt nog een keer naar boven ook. Zo. Liften, Levi's. Kijk eens hoe grappig. Kijk eens hoe mooi dit. Nou, gaan we hier die kant op? Ja. Nou, we gaan gewoon een rondje lopen. Prachtig hoor. Wat een winkelcentrum. Zelfs kunst hebben ze hier, zie je dat? Kijk eens, wat is dit al voor winkel? Sieradenwinkel. Prachtig. Vinden jullie? Kijk je ogen uit. Zijn jullie, kijk, dit zijn open winkels. Of niet? Daar hebben ze misschien. Het ziet er wel heel mooi uit. Kijk eens hoe gaaf dit. Het is helemaal kunst. Een jurk. Cool. En dit is van touwenjurk. Dit is een schippersjurk. Dit is een winkel voor jou, jurk. De-stressed. De-stressed. Mooi, Dave. Heel mooi. Tassen, het ziet er ook allemaal zo luxe uit, hè? Ja, en wat is dit? Chocoladebar. Choco. En taarten. Jongens, we lopen door. Jullie willen cheesecake. Doe mij even een plezier. White chocolate raspberry. Oh, kijk dan. Chocomel. Oh. Is dat Bitcoin? We zijn net binnen. Ja. En nu zijn we al helemaal flabbergasted. De original Dutch cookies. Het ruikt helemaal een pepernoten. Nou, het is echt een pepernoten. Ja, peperrozenwinkel zijn. Hé, wacht even, jullie zijn... Nou, laat ik zeggen. Ik heb het gekeken heel vaak. Iets met Spanje? Ja,
Ik ben het kwijt gewoon. Maar ik volg jullie ook gewoon veel YouTube. Vlogs? Familie? Ja. Ja. Familie weet ik ook vlogs. Ja. Wat doen jullie hier zo? Wacht. Pepernoten proeven. Nou, kijk nou eens. Komen er gewoon. Het ziet ze straks zelf op de vlog, hè? Ja. Familie Rutte, ja. Superleuk. Dus jullie... Ik krijg vandaag nog een pushmelding van jullie. Ja? Oh, ja. Oh, wat leuk. Maar waar is de... Ja. Ja. Die zit in Spanje. Onderzeeswel gewoon. Nee, die was mee, maar die is de bondscoach van het Spaanse team. Dus die is een week moet die les geven. En nu kom je gewoon morgen zelf op de blog. Zie je, zelf krijg je een pushmail. Dat zie je hier zelf. Ja, leuk dat ze hier komen gewoon. Ja. Zullen we een thumbnailfoto maken met hem? Kom. Ja, en dan gaan ze proberen. Wat denk je? Stroopwafels. Hé, hey, stroopwafels, pepernoten. Oh, ik moest wel zeggen dat die cappuccino wel lekker weer van deze, hoor. Ja, en die andere was... En die appeltaart is ook gewoon echt lekker. Oh, appeltaart! Ze maakt het echt heel erg. Die is ook lekker. Stroopwafel. Oh ja, appeltaart, stroopwafel, cappuccino. Oh, hey, en? Hey, drop. Drop? Ja, drop pepernoten. Ik heb het drop. Ja, maar dat is wel echt. Dus mensen, kom naar Leidschendam. Naar de echte. Pepernoten. Ja, maar dit is heel raar. Is Samyang? Pepernuts Holland. Ja, en het huidige lijn. Hoe cool! En dit is. Drop? Is dat wat? Hij van gember. Nee. Gember? Niet. Zou het wel van kokos? Oké, dan gaan we toch van kokos, ja. En dan gaan we die karamel houden van. Kijk, die heb ik. Kokos. Nee, deze vind ik niet zo lekker. En je gaat de rest doen. Ja, precies. Deze. Kijk dan hoe groot het gaat. En dan moet je even kijken. Je zaltkaramel vind ik ook. Salty karamel. Hij is niet standaard. Ze zijn eigenlijk allemaal niet vies. Nee. Chocoladepepernuts. Maar wilde je niet die appeltaart mee of zo? Ja, die is ook lekker. Stroopwafel. Ja, is allemaal lekker. We nemen gewoon een tas met pepernoten mee. Dan kunnen jullie vanavond pepernoten eten. Ja. Maar je wil dus? Ik neem een... Stroopwafel, vond je lekker? Ik neem een stroopwafel en... Ja. En appeltaart? Apple pie. Probeer dan echt wel deze. Truffel. En appeltaart, denk? En appeltaart. Is dit appeltaart? Stroopwafel, dat is cappuccino. Oh, okay. Appeltaart. En wou die ook nog die chocolade, Jurre? Ja. Wil je daar die dikke? Nou, jullie drie zakken. Nou, kijk eens aan. Echt twee super lekkere zakjes van de Sandy. Oh, wat lief. Dankjewel. Dankjewel. En je hoort van ons. Doei. Het is wel mazzel. Jeetje. Want het gewoon een naturel. Ook hier in dit winkelcentrum. Moet je eens kijken wat ze hier allemaal hebben. Maar oeh, lekker. Madame Kokos. Ja. Lekker. Ja, neem ook wel even. Schrikkelijk dit. Ik eet geen suiker meer, dus. Oké. Okay. Ik weet je hebt zeker geen sugar free. Nee, geen suiker free. Suikervrij. Witte koekjes, nee. Oh, red velvet. Moet je wat mee? Ik neem even een paar mee, ja. Ik doe maar twee witte koekjes, alstublieft. Ja, twee witte koekjes. Witte chocola. Ja, dat vindt hij helemaal lekker met witte chocola. Twee witte chocola en twee red velvet. Oké, krijg jij... Kijk, nou wat lief! Super lief. We maken reclame voor je, we sturen iedereen hier naartoe. En... Het is heel erg lekker. Het is heerlijk. Je moet natuurlijk wel eventjes, je moet natuurlijk niks, maar je kunt ons wel volgen. Oké. Familie Rutte op YouTube. Familie Rutte? Ja. Met een N op het eind. Rutten. Rutten. We hebben nog meer. We hebben ook nog bitterkoekjes. Nee, ik hou wel van zorg. Oh. Maar bitterkoekjes. En we hebben naturel. En we hebben red velvet. Eén red velvet gratis. Eén red velvet van meneer gekregen. Lief, hè? Normaal 1,50. Dus vanavond worden we misselijk. We worden rondgelegd. Ja. Bij de pepernoot hadden we twee zakjes vandaag. Ja. Moet je nagaan hoe lief. Dankjewel. Ja. Prachtig. Doei, doeg. Kijk eens wat een super vette auto's. We hebben gewoon showroom hier. Is ze elektrisch denk ik of niet? Ja, die is hybride. Deze wel.
hybride. Kijk nou, wat een vette auto. Hey, toevallig zijn wij bijna jarig, hè? Ja, kunnen we die niet lenen voor een dagje? Kijk, die lichten. Mooie kleur ook, joh. Zo. Hey, en gaat geen alarm af als je eraan zit? Nou, daar is hij hoor. Hij gaat hem open doen. Zo. Zo, kijk eens even. Wauw. Ding, wat een super vette auto, hè? Ligt je gewoon aan, zie je? Ja. We hebben gekozen om in de kofferbak een beetje van de techniek te laten zien. Oeh, kijk, die gaat gewoon automatisch zelf. Oh, kijk dan. Wow. Dat... Gaaf. Echt heel gaaf. En wat een mooie uitvoering is dit, die ja, kleur. In de derde oplage worden maar 1500 stuks van gemaakt. Rijden er 6 in Nederland. Super vet. Zal wel ook een super geluidsinstallatie in zitten. En hij ruikt ook zo lekker van binnen. Dat wel, hè. Hier is het best nog echt leer in. Oh. Helaas voor de mensen die vegan zijn, maar het is wel waar. Het is bio, nee, hoe heet het? Nee, het is echt leer. Dat zei hij ook. Ja. Kijk eens voor de autoliefhebbers. Super vet, die velgen. Heb je die poot gezien? Ja. Het is gewoon helemaal... Nou, Dame, ik zou zeggen stap in en rij weg. Wat reed jij hier in het winkelcentrum toch, of niet? Even proberen hoor, heren. Spotify. Hoppakee. Nog geen Spotify, Dame. Nog één op Spotify. En... Oeh, dat is ook mooi, hè? Zo. Hey, staat je wel? Het is helemaal elektrisch, hè? Staat me heel goed, zo'n auto, al zeg ik het zelf. Heb je die riemen gezien? Gordels. Dat is net even anders dan dat stomme zwart. En achter is ook best wel ruim hier. En je iPad hier zo. Ja, niet normaal, hè? Jongen, jongen. Deze is volledig elektrisch. Mooi, hè? Heel mooi. Gaaf. Ja. Even kijken. Je kan dus buiten hier de code scannen. En dan kan je gewoon een ritje doen. Boek nu een proefrit. Dus dat gaan we even doen. Daar komt ie. En dan moet je hem invullen zeker. Ja, dus dan kunnen we zo onze proefrit boeken. Helemaal graag. Zo makkelijk. Dankjewel. Doei doei. Moeten jullie eens even kijken wat een plafond er hier zit. We staan hier op een kruispunt. Ziet er mooi uit. Je weet gewoon niet waar je heen moet. Dit is echt niet. Ja. Bewegwijzering. Je hebt ook gekoelde kluisjes hier. Dat is voor je etenswaren goed te houden. Ja. Dus het is hier net zo groot, lijkt hij wel Schiphol. Ja. Nou, gaan we even kijken mensen. Hier komen we toch wel iets heel cools tegen. Misschien staat er wel een bekend iemand in de winkel. Kijk nou wat hier zit. De Old Man Amsterdam. Kijk dan. Dat is Daniel's oude sponsor. Leuk. Wat een winkel. En mooi ook, hè? Niet normaal. Het is bijna net als in New York loopt. Ja, echt. En hoe zal het er hier uitzien met de kerst? Hé, hey, maar we lopen overal langs, maar... Ja, we moeten ook weer terug deze kant op. Oké, ik wou net zeggen, moet jij niet eens even ergens binnenkijken? Want... Zo, even ergens shoppen. We zijn aangekomen in het eetgedeelte. En overal zijn, ik zal langzaam draaien, tentjes, barretjes. Overal waar je even tussendoor kan zitten. Hier zijn olijven, wijn en dingen denk ik. Ciabatta, blond en brown. Hier heb je allemaal... Tapenades. Wraps. Het is echt een food hall-achtig dit, hoor. Hè? Saladebox. Slager. Saladbox? Ja, dat is daar, denk ik. Ze fruit en... Waar is die dicht, denk ik? Chocola. Slager. Ja. Allemaal worsten. Mooi, hoor. Het ziet er wel allemaal mooi uit hier. Ja, en van al dat winkelen krijg je natuurlijk honger en dorst.
Dus we gaan even wat lekkers nemen. Of niet, Jurg? Die zal kijken. Ah, wat een verschrikkelijk mooi winkelcentrum, hè? Prachtig is het hier. Jee. Echt heel erg. Zoveel dingen te krijgen, te zien. Te... En mooi ook. Heel mooi. Heel schoon. Heel dus chique. Is, net wat jij zegt, het lijkt wel Amerikaans. Nou, echt. We hebben besteld. Ik heb een flesje Earthwater. Earthwater. Wat heb jij dan? Ik heb een zelfgemaakte homemade iced tea. Moet je nou toch eens kijken? Iced tea. Even proeven wat dat is. Nu wil ik vragen wat hij erin doet. Het is echt iced tea. Ja? Dus thee. IJs. Met ijs. Dus thee met ijs. Ja. En dan munt. En jij hebt het? Bioloog. Alcoholvrij, had je dat gedaan? Ja. Alcoholvrij? Oh, oké. Okay. Heet ook wel. Nee, maar wel biologisch. Ik heb een bril niet. Biologisch wel. Alcoholvrij niet. Ik zeg, ik maak het heerlijke Earthwater open. Proost. En we doen gewoon een proosten op dit ontdekking. Deze ontdekking. In het hele mooie winkelcentrum. Mm-hmm. Ik ben alvast begonnen hoor. Oh. Geef hierbij. Heerlijk. Zou je zo kijken? Pesto. Dat was erbij hoor. Dan moet je kijken wat een mooie sandwich hoe dit. Ja, het is een club sandwich met bananenfrietjes. Dit is bieten. Ja. Lekker hè? Verse chippies. Lekker? Het ziet er niet alleen mooi uit, het smaakt ook lekker. Nee, die groentechips, erg lekker. Ja. Maar die Italiaanse tomatensoep is ook heel erg lekker. Praat wat harder voor de muziek. En kijk eens hoe gezellig. Gezellig hè? Kijk eens. Super goed geholpen. Hier in de... Geweldig, ik heb net mijn fooi gekregen. Nou, hij is heel erg lief, dat ja. Wel. Gaan. Ja, we moesten natuurlijk pinnen, maar we gaan eventjes winkelen. Ik zal niet eerst zijn. Hey! Leuk? Leuk? Ja, ik vind dat leuk. Toch? Maar jij moet het ook leuk vinden. Ik vind het leuk. Maar je hebt van die hoge broeken, dus... Zo kan het. Ja, toch? Volgende? Ja. Nou, Demi is even aan Shop Into Your Drop bezig hoor. Komt helemaal goed, vast en zeker. Wauw, die is leuk. Ook leuk, toch? Ja, heel leuk. Helemaal niet, maar ik kan ook wel. Ja, het is gewoon een heel leuk truitje. En als je dan de... bij de mouwen? Ja, als je dan een paar hoge boots eronder hebt. Of je zwarte, met een zwarte broek. Ja. Helemaal leuk, vind ik die. Hey, die is leuk. Naaftocht, ja. Ja, zo hoort dat, hè? Ja, zo hoort dat. Deze is wel heel erg leuk, hoor. Stoer, we doen nou eens zo'n spencertje erover. Hier zie je heel erg in het hele smalle talje. Dat hij helemaal in zit. Ja. Kijken. Oh, dat vind ik leuk. Oh, dat vind ik echt zo leuk staan. Ja, echt geweldig. Super gaaf. Super leuk, maar ik heb het idee dat is mijn, dat is niet mijn, oh, mijn stijl. Dat enig. Dit staat je enig. Super leuk vind ik dit. Ja? Ja. Heel erg leuk. Oh, echt super leuk. Oh, is ook mooie kleur, hè? Maar je hebt ook nog zo'n spencer toch in het beestje? Deze? Ja, kijken. Dit vind ik niet zo leuk. Nee, is een beetje groot. Oh, die vind ik wel heel even leuk. Zonder, eerst zonder spencer. Ja, deze. Die vind ik wel heel erg leuk. Superleuk blouseje. Dit staat ook leuk. Moet alleen even het kraagje eruit doen. Ja. Ja, heel erg leuk. Maar het blouseje zelf is ook leuk. Het blouseje zelf is heel leuk. Ja, die staat wel heel leuk. Warm in je gezicht. Ja, maar, hij is wel ook nog een, dit is een S en hij is er ook nog een XS.
moet hem dan wel echt in mijn broek doen. Ja, maar dan moet je de voorkant in de broek doen en dan moet je dat beige jasje erop doen. Kijk, dat staat wel leuk. Zie je dat in de spiegel? Zie je? Dat is leuk. Ik een beetje niet zeggen. Ja, het is een beetje simpel. Ja. Oh, die is leuk, Dave. Stoer, stoer soort shirtje, hè? Van een soort blouseje. Erg leuk. Nou, zo een weer jasje aan trekken en dan voelen. Ja, ja. Heel leuk. Ja. Leuk? Ja. Mooi, die zou ik ook in lichtblauw meenemen met jou. Wil je hem even lichtblauw pakken? Ja. Ja, enig. Heel leuk. Ja? Ja, superleuk. En dan die, die beige? Ja. Ik heb nog deze. Oh ja. Zou ik even passen? Die kun je over het blouseje heen passen. Die trui had ik van de week op tv gezien. Deze? Liep je hem al mee op tv? Wat vind je het? Als je het niet vindt, moet je het niet doen. Je moet het gelijk leuk doen. Oh ja, ik vind dat helemaal leuk. Nee, ik vind dit niks. Nee. Nee. Oké. Nee, nou. Maar ik denk dat ik deze blouse mee, deze. Het blauwe couvert. Hier is Kenny voor haar keer. Hey. Deze. Ja, blauwe couvert. Zwarte couvert. Welke trui op? Ja, die trui is ook leuk. Deze wel. En deze niet. En deze ook niet. Nee, die kun je hier neerleggen bij de jonge dame. Die ook en deze ook niet. Nee, dan leg je maar. Kun je daar op het rek hangen? Stoppie. Geef mij die kleding maar vast. Nou, we hebben geshopt. Kijk eens even. Heeft ze eindelijk allemaal nieuwe dingen? Dus ik loop vast even naar de kassa. Nou, dan heb je het toch goed geslaagd, of niet? Nou, echt wel. Als Daniel terugkomt, herkent hij me niet meer. Hij krijgt een hartverzakking, maar hele dat andere hoeft niet allemaal van jezelf. Het is allemaal van mij. Dus ik vind het superleuk wat je allemaal gekocht hebt. Ja, toch? Ik ben ook super blij dat ik nu eindelijk wat andere dingen heb om aan te doen. Een beetje andere stijl ook. Al die broeken erbij die je ook hebt, allemaal nieuw. Nou, je hebt gewoon, je weet straks niet wat je moet kiezen. Nee, in de minimutte 10 voor het moet doen. En nu nog schoenen? En nu nog schoenen, ja. Nou, daar komt ze aan hoor, met de tassen. Nog bijna tegen een spatscherm. Daar komt ze aan hoor, met de tassen. Helemaal vol. We kunnen gaan, jongens. We zijn klaar. Kijk eens. Dragen. Ze heeft twee tassen vol eindelijk. En het staat leuk allemaal. We kunnen gaan naar de auto. Ik herken me niet meer hoor, als ik het morgen aan heb. Wat zeg jij nou? Ik zeg, je herkent me niet meer als ik het morgen aan heb. Nou, het staat er leuk. Echt superleuk. We gaan naar beneden naar de parkeergarage. En jullie moeten er wel rekening mee houden. Hier kun je gratis parkeren, mensen. Ja. Als je hier naartoe gaat. Dat scheelt zomaar 20 euro. Ja, als je naar Amsterdam gaat, ben je 35, 40 euro kwijt voor een dagje parkeren. Ja. En dan kun je toch weer wat leuks van kopen, hè, Dave? Dat bedoel ik. Ik zei het al. We moeten eruit hier. Nou, tot ziens. Zeker tot ziens. We komen hier zeker nog een keer terug, of niet? Helemaal geweldig hier. Want ik vond dit super leuk hier. Echt? Hoe? Ja, die... dat zat er niet op. Oh, die, ja, die mevrouw die viel bijna. Nee, meneer. Oh, meneer, over het randje. Goed, hè? Nou, voorzichtig, hè? Ja hoor, gaat lukken. Doei. Doei, doeg. Die mevrouw die schrok zich bijna een hoedje. Hé, hey, lieverd. Moet jij ook nog bovenkleding hebben? Ja, maar niet nu. Ik heb al zoveel nieuwe kleding in de kast hangen. Ja. Ik hoef niet naar de winkel. Jij deelt alles nu alweer uit, omdat je denkt, ik heb zoveel. Dan is het tijd om het aan te doen. Ja, vanaf hier is de andere kant van de weg richting Utrecht. Dus van Utrecht eigenlijk richting Den Haag. De weg afgesloten. Kijk dan, hoe raar. Hoe rustig. We kunnen wel rolschaatsen, Demi. Nou. Ja, ik denk dat er misschien... Ken jij dat nog net, een autoloze zondag? Ja, ik kan de autoloze zondag wel herinneren. Jij ook? Nou, ik. Heel lang geleden.
Is het nou weer een hint? Dat je nou... Nee. Ik was toen nog heel klein en toen gingen we fietsen op de snelweg. Dat is heel, heel, heel klein. Ik kon nog niet eens fietsen. Nee, gelopen was maar. Gaan we er al zon of ken ik niet? Nee? Nee. Nou, nu wel, kijk. Ja. Autoloze zondag. Autoloze A12. Na een lange shopdag. Man, ik ben helemaal kapot. Nee. Ik ga me omkleden straks. Ik ga douchen, omkleden. Haren wassen, make-up opmaken. En even met mijn nieuwe kleren rondlopen. De hele wijk. Overal aanbellen. Ja. Kijk eens. Kijk eens, ik heb nieuw gekocht. Kijk, je moet even kijken, hè. Mooi. Je moet wel even kijken, hè. Nou, hoe leuk is dat? Dus, we gaan andere kleren aan doen. We gaan mooie spullen en setjes maken. En op Facebook zetten. Ik doe de deur open. Want de hondjes die komen altijd als eerste begroeting rennen in de tuin. Want dat vinden ze super leuk. En kijk eens op de schone tuin. Hey, hallo. Kijk Spijko. De telefoon valt. Spike? Ja, daar ben ik. Ja. Even. Gezellig. Rennen. Ik heb even een masker op. Dat zie je bijna niet, maar het is een... glimmend masker. Het is even wat anders dan het andere. Ik zal even in het licht gaan zitten. Ik ben super blij met mijn nieuwe kleding. Ik hoop dat jullie het ook allemaal leuk vonden. Ik zal het ook nog eventjes natuurlijk goed aandoen en in de vlog laten zien. Nu ging het natuurlijk allemaal in de winkel. Ik moest zelf ook even naar mezelf kijken in plaats van constant in de vlog. Maar het is hartstikke leuk. Ik ben er heel erg blij mee. Dit is wel het einde van de vlog. Dus ik hoop dat jullie het even een duimpje omhoog willen geven. Als jullie ook net zo blij zijn als ik dat ik nieuwe kleding heb. Even willen abonneren als jullie dat nog niet gedaan hebben natuurlijk. Voor alle nieuwe kijkers, daar heb ik het tegen eigenlijk. Nieuwe kijkers of oude kijkers die nog niet geabonneerd zijn. En laat even een leuke reactie achter. En dan zien we jullie morgen weer. Doei!